Yes. Even het rondje. We hebben dat hele starten gemist. Ja. Jammer man. Want deze auto start zo spectaculair, hè? Dat is wel echt goed, hè? Dotgas doet die auto zelf. Ja. En dan woem. Ja, maar we hebben allemaal wel de neiging om ook een dotje gas extra te geven als er iemand loopt. Is zeker, lekker, zeker als er iemand met een telefoontje kijk op eens. Camera in de buurt is. Oh, kijk uit meneer, die komt achteruit. Die meneer was net nog heel vriendelijk tegen lekker ons. Zeg, hartelijk goedemiddag aan boord van Live Drive nummer 22 inmiddels. En Stefan, in welke speciale Britse automobiel zitten wij vandaag? In een Jaguar F-Type Sport 400. 400 Sport moet ik zeggen. Die klinkt lekker. En hij staat al op standje Dynamic, zoals je merkt. Man. Doe nou eens normaal. Rij nou toch eens normaal, inderdaad. Misschien moet jij mijn telefoon even vast. Ik hou je telefoon vast. Ik hou ook mijn ingewanden vast. Ja, dat geluid is gewoon normaal. Misschien moeten we gewoon een aflevering niks zeggen. Wat vind jij? Zullen we eraan al? Een 6-cilinder, 3-liter 6-cilinder met een supercharger. Goed voor 400 pk. Dat is een speciale editie, hè, van deze F-Type. Ja, een tijdelijke editie ook. 1 jaar maar leverbaar. En hij heeft dus 20 pk meer dan de standaard. Die had 380. Ja. Ik moet zeggen, die 20 pk, ja, je voelt er niet heel veel extra van, maar het is altijd mooi meegenomen, 400 pk. Ik krijg een melding dat de uitkadering niet helemaal goed is. Van het, Maar het geluid is altijd wel heel erg over de top. Goed, hè? Goed, hè? En kan je nagaan, dan heb je dus ook nog een 8-cilinder. Ja. Jeetje, even kijken. Kijk. En, dan ben ik heel benieuwd, binnenkort gaan we met een F-Type rijden met 4-cilinder. Hoe zou die dan klinken? Ik leg de telefoon even hier neer. Ja, ja, dan schiet met die 4-cilinder. Nou, binnenkort gaat Marco gaat ermee rijden. Ja. Het gaat lekker, hè? Nou, het is... Ja, maar jouw telefoon is ook... Juist. Losgesprongen. Er is net iets losgesprongen, denk ik, toen jouw telefoon viel. En als het goed is, zou het nu wel moeten kloppen. Even aandacht voor de 6-cilinder in de Jaguar F-Type. Hey.
zijn we er nu wel. En want als er één auto is waar het jammer in zou zijn als we geen audio zouden hebben, dan is het wel deze. Is het wel, kijk, het is er weer. Ik en weet niet of we wel ooit zo'n fijn klinkende live-drive auto hebben gehad. Ja, die C63 met Michiel en Roy was wel lekker. Ja. Goed jongens, we zijn er weer. Kom nog even toegift. Niet naar ons luisteren, gewoon naar die auto. Zo genieten. Ik ben natuurlijk een beetje, een kinderhand is snel gewild, maar heb ik vrij grote kinderhanden. Maar dit is een auto die zo lekker alle zintuigen aanspreekt. Je hebt een onwijs mooie koets, dus je ogen zijn er blij mee. Die motor en die uitlaten klinken fantastisch. Dus je oren doen lekker mee. Het is wat dat betreft toch wel een auto die een heel bijzonder plekje in de markt heeft, vind ik. Ja, ja. Er zijn weinig auto's die zo op de emotie inspelen. 911 is toch wat klinischer dan deze auto, ja. Laten we wel zijn. Ja. Ja, ik vind het een beetje, zal ik gisteren toen ik ermee naar huis reed, je wil gewoon door mijn mond houden. Ja. Ja. Toen ik er gisteren mee naar huis reed, dacht ik, ja weet je, dit is een beetje als een voetbalfan die fan is van Sparta. Ja. Statistisch gezien en qua clubhistorie misschien en qua naam kun je het beste fan zijn van Feyenoord. Ja, dat ben ik dus niet met jou eens. Oké, maar goed. Ja. Laat me een punt maken, zou ik zeggen. En ja, precies, qua statistieken en zo staat Feyenoord vooraan. Dat is een beetje Porsche in dit geval. Ja. Maar Sparta heeft natuurlijk ook een hele bijzondere clubhistorie en heeft een heel mooi karakteristiek stadion. Eigenlijk is deze Jaguar F-Type een beetje het Sparta van de bijzondere sportcoupés. Snap je wat ik dan bedoel? Ja, je bent wel heel geforceerd aan het zoeken naar iets moois, maar ik snap wel wat je bedoelt. Ja. Nee, maar het is wel zo dat je... Deze kruipt de hele tijd tegen mijn microfoon aan. Ja, precies, Tom Brouwer, om te smelten dat geluid. Helemaal, ja, helemaal eigenlijk hoeven we dus gewoon niks te zeggen, Tom. Vind je ook niet? Nou, dan moet maar... Zet even die... Kijk, dat slaat hij weer uit bij het verkeerslicht. Dat moeten we niet hebben natuurlijk. Stop uit. Zijn er nog vragen over deze Jaguar bijvoorbeeld? Over wat wij afgelopen week gedaan hebben? Inderdaad, was ik gisteren bezig. Met een andere Type, een Type R, Pacific. Als we dan toch over types hebben, wat zou jij kiezen? Een hete hatchback of een beetje, laten we zeggen, Grand Tourer / sportauto met een grotere motor? Ik ben zelf heel erg van het type hete hatchback. En, ja. Ik vind dat gewoon lekker, maar dan wil ik hem niet zo opzichtig als die Civic Type R. Nee? Nee. Nee, als ik een hete hatchback wil hebben, dan, dan wil ik wel een beetje een wat bescheidener uiterlijk. Maar vrijwel alles wat aan die Civic zit is toch... Ja, ga verder. Ja. Alles wat aan die Civic zit, bijna alles dan, is functioneel. Hè? Ja. Die spoiler, die dingetjes. Ja. Nee, maar ik vind het ook een fantastische auto hoor. Ja. Vorig was ik ook echt zwaar van onder de indruk. Ja. En dan ben ik van die nieuwe denk ik ook weer, als we hem in oktober in Nederland gaan testen. Jij hebt natuurlijk al gereden. Mm-hmm. Alleen ik vind dan, daar ligt het wel iets te dik bovenop. Maar ik ben wel heel erg een fan van functionele snelle auto's. Ja. Ja. En kijk, dit is ook hartstikke mooi, echt heel leuk. Maar dan als tweede of derde auto met een hot hatch kun je gewoon eigenlijk bijna ook wel alles. Ja, dat vind ik gewoon leuk. Duiveltjes voor alle dag eigenlijk. Ja. Hè? Ja. Maar dan ben ik ook even benieuwd naar jullie mening. Zou je kiezen voor een hete hatchback of toch voor een zeg deze een auto bijvoorbeeld met, met 300 meter. Ja. Ik heb wel eens, ik kreeg een tijdje geleden de vraag, zou je een Focus RS van Ford doen of een Mustang? Focus RS. Mustang. Ja? Ja, ja, ik hou van hele lange reizen en dan is zo'n grote motorkap voor je, een groot blok met veel koppel, dat vind ik dan wel heel tof. Maar er moet er wel een goed onderstel onder zitten, anders heb ik inderdaad veel liever een hete hatchback. Ik krijg een keuze voorgeschoteld. Een vraag voorgeschoteld van Petje van de Pol. Wat vinden jullie van de nieuwe Polo? In ieder geval hebben heel veel mensen hun mening klaar over die auto. Ja, ik vind het een strakke auto. Ik word niet heel wild of heel enthousiast van het uiterlijk. Het is gewoon een nette auto. Ja. Maar ja, dat is elke Volkswagen natuurlijk wel. Ja. Ja, ik vind hem wel goed smoel. Het is een mooie rond ontwerp. Nee, gaat aan de kant. Gas geeft. Ja. Nou, ben ik altijd wel voor in. Ja. Maar goed, dat is inderdaad de Polo. Ik ben wel benieuwd wat jullie nog meer vinden van die auto. Het is natuurlijk een hele duidelijke evolutie van de huidige Polo naar de volgende. Groter, wat ruimer, ronder, lichter enzovoort. Hij is ook zo groot, hè? Ja. Ja, maar ja, hij kruipt nu ook wel heel erg richting golf weer. Maar de volgende golf zit natuurlijk ook weer een stukje groei. Eens even kijken.
Er wordt nu gezegd, je hebt geen liefres. Leuk geluid heren, maar we verstaan jullie niet meer. Niet meer? Ja, natuurlijk omdat je zo acht als een idioot zit gas te geven. Ik zal even een waar ik blij om ben hoor. Maar... Tandje terug, sorry. Ja, precies. Dus kijk, nu is het een stuk minder, hè? Ja, dat is bijna... Nu rijd ik gewoon een standje normaal. Bijna rustig. Dat is op zich ook wel bij dit soort auto's natuurlijk wel heel belangrijk. Want anders word je natuurlijk gillend gek, hè? Als je toch stiekem weer een dynamic als je zet. Altijd... Ja, blijf nou eens even van mijn knopje af, joh. Goed. Hier weer een drempel, ja, op, hier, boom, ja, dat, gaan er weer snoertjes los, even normaal. Ja, oké, sorry. Zometeen even, als er nog verzoeknummers zijn voor potjes scheuren, dan hoor ik dat wel. Daar wil ik wel even op inhaken, want deze auto heb ik dit weekend en begin volgende week nog in een test. En ik ga maandag een video maken met deze F-Type. En die mogelijkheid wil ik ook aan jullie bieden. Het is natuurlijk afgelopen week zijn de eindexamen uitslagen gekomen. Je bent geslaagd of niet geslaagd. Dus eigenlijk nodig ik jullie uit. Heb je een feestje te vieren of wil je iemand verrassen? Gooi even een goede reden in de commentaren onder deze video. Of tag iemand. Ja, dus ook het beste cadeau dat we ooit weggegeven hebben bij Lifestyle. Je mag het trouwens niet zelf rijden. Nee. Nee, dat kan echt niet, wegens verzekering en dergelijke. Maar wat ik dus wil doen, maandagmiddag kom ik naar een van jullie toe. Degene die de beste reden geeft om voor mij om met deze auto bij je langs te komen. Ja. Daar kom ik langs en dan gaan we een stukje rijden in deze F-Type 400 Sport. Dus kom maar op. Wat een leuk idee weer. Ja. Zelf wel een leuk idee. Ja. Hey, wat ga je van het weekend doen eigenlijk, Steven? Nou ja... Moestuintje van mijn dochter helpen misschien. Ja. Vaderdag natuurlijk. Oké. Okay. Ja, ben je een beetje van tuinieren? Ja, ik heb best wel groene vingers. Ja? Ja. Ik moet zeggen, ik heb sinds vorig jaar ook een eigen tuin. En daar heb ik echt allemaal... Ik heb rabarberzaad geplant. Ik heb zonnebloemen. Ik heb munt erin. Ik heb basilicum van de week geplant. En het wordt langzaam maar zeker echt een open lucht. Dus over een paar maanden kunnen we rabarbermoes gaan eten bij jou. Ja, juist. Nee, maar ik had gisteren trouwens van mijn vrouw mijn koek gekregen. Want ik had te veel van een struik afgesnoeid. Dus misschien heb ik soms wel toch niet helemaal de groene vingers die mijn vrouw ook zou willen zien, maar ik vind tuinieren wel ontspannen. Maar ook niet van een rabarberplant? Nee, die komen er bij ons niet in hoor, rabarberplanten. Okay. Rabarber zaten we helemaal niet. Oké, duidelijk. Even kijken. Ik zou zelf graag mee willen, zegt Kevin van der Hogen, maar ik zit op de MBO, dus ik moet nog twee weken wachten tot de uitslag. Doen we nog een keer zoiets binnenkort, Kevin? De familie van mij is uitgesloten, hè? Ja. Want mijn neefje Kevin die is geslaagd voor het VWO. Dat is een andere Kevin. Die heet Kevin Vermeulen, maar daar gaan we dus niet langs. Dat vind ik te makkelijk. Ik vind het leuk om dit soort dingen te delen met het publiek, dus dat vind ik wel tof. Tenzij Kevin natuurlijk zelf reageert met een goede reden, die kun je hebben. Ja, ik denk ik kan wachten op die vrachtauto of even een dotje gas geven. Precies. Dus dat. En zondag? Vaderdag. Vaderdag. Nou weet ik dat jij een bijzonder sympathieke vader hebt. Ga je nog wat bijzonder? Ja. Ik ga even bij hem langs. En ik hoop natuurlijk dat ik zelf ook als vader wel verwend word zondag. Ja? Ja. Ja, maar even bij mijn vader langs, mijn schoonvader langs. Die werkt het hele rijtje even af. Ja, wel een drukke dag altijd. Maar heb jij eigenlijk al een vaderdag cadeau? Mooi bruggetje. Ja. Mooi bruggetje. Want wij hebben nog een vaderdag cadeau voor jullie. Ja. Als jullie nog niet weten... Wat je vader nou eens moet geven. Het is natuurlijk een ordinaire plug, laten we wel eerlijk zijn. Maar we hebben deze week drie hele fijne magazines in de winkel liggen. De Auto Week Classics. Relatief nieuw. Wat is het? Anderhalve week, twee weken geleden pas? Ja, klopt. En heel veel aandacht voor ouders die op het loo staan. Want het Concours d'Elegance is over twee weken. Precies. Dus ook een leuk vaderdag cadeau. Koop nu gewoon al kaarten voor Concours d'Elegance. Wat over twee weken in Apeldoorn plaatsvindt. Dat vindt je vader echt fantastisch. Dat lijkt mij ook wel, ja. Als je vader ook maar een beetje benzine in de aderen heeft, dan vindt hij dat fantastisch. Dus dat is ook een goede tip. De standaard autoweek natuurlijk. Ook een erg lekkere editie, als we het zelf ook met nieuwe kaft. Ik weet niet of je dat al gezien hebt, maar dat maken we natuurlijk ook. En de huidige GTO ligt er ook nog in. Allemaal lijkt mij wel zeer de moeite waard. Ja, dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autoweek Classics en GTO, moet je maar denken. Kort gezegd, kunnen wij vanwege die bladeren dit soort dingen doen. Ja. Toch? Ja. Nou mocht je, trouwens, ik zag net iets. Ik kreeg een filmpje doorgestuurd. Er bestaat een Lightning McQueen autootje. Dat je met je telefoon radiografisch kunt besturen. En dat ding dat heeft een onderstelletje dat beweegt en ogen en zo. Dat ga ik binnenkort wel even posten. Maar dat wil ik wel als vaderdag cadeau. Dat vind ik ook een toffe vaderdag cadeau. Maar ik denk dat ik ook
een heel kinderachtige vader zal blijven. Daar hoop ik eigenlijk op. Ben geslaagd, zegt Niels de Roo, met een 3x6, 4x7, dus de 4 van Jack 400 en de 7 van de 7. Ik vind het een mooie link nieuws. Ik ga in ieder geval mijn best doen. Waar woon je? Gooi het maar even in de comments, dan hebben we wellicht contact. Mooi, het is inmiddels, Stefan Vermeulen, 15 over 4. We zijn een kwartier aan het gas geven geweest. Moet ik nog even gas geven? Zeg het maar. Of moet ik gewoon rustig nu terugrijden en dat Roland dan straks op de knop drukt dat we gewoon opeens wegvallen? Ik weet het anders wel. Zeg maar. Ik zet hem nog even op tijd, neem ik. Hou ik voor de verandering een keer op. Ja? Zijn er al reacties? Ik zeg vooral de V6. Handjes. Ja, Arne de Zijne, deze is voor jou. Schakelen met je flipper, Steve. Wil je horen? Precies, ja! Dit was Live Drive nummer 22. Wij hopen dat de violin net zo lekker klinkt als voor ons. Ja, veel plezier met Vaderdag. Een fantastisch weekend en tot de volgende keer. Dag, allemaal. Oh. Kijk, toch eens. Oh ja, geef eens vast, man. Doe die flispaal nog? Voor jou niet.